Dankjewel. Het is ontzettend plezier om jullie allemaal te ontmoeten hier. Ik doe vandaag de kick-off van deze hopelijk prachtige dag in een traditie die enige tijd onderbroken is geweest. En we pakken hem vandaag weer op en hopen nog vele jaren hiermee door te gaan. Ik ga proberen vandaag jullie iets te vertellen over wat volgens mij op dit moment in de wereld ongelooflijk boeiend en interessant en spannend en bloedstollend snel is. En het is een verzameling open deuren die ik met jullie samen door ga lopen. En hopelijk, doordat ze in een bepaalde volgorde zijn gezet, is het een leerzame en vermakelijke exercitie die we samen gaan doen. De muziek die jullie hoorden toen je binnenkwam, dat is een nummer van Paul Simon van Graceland. Dat heet Boy in the Bubble. En daar komt de zin in voor, these are the days of miracle and wonder. En dat is ook echt zo. Want als we naar dit plaatje kijken, dan zie je hier een kaart van de aarde. Alleen die is helemaal niet getekend. Dat is een kaart die is geplot door van 24 uur alle Facebook postings en de mensen die hem gelezen hebben, waarvan de geografische locatie bekend is, als een punt weer te geven. En dan zie je dat zonder enige vorm van guidance daar gewoon de wereldkaart uitkomt. Dan zie je wat de verspreiding van die nieuwe technologie al bereikt heeft. En Twitter kon natuurlijk niet achterblijven. Twitter, zojuist naar de beurs gegaan. Nog nooit één stuiver verdiend, maar ik begrijp miljarden waard. Bij Twitter hebben ze dat ook gedaan. En daar zie je precies hetzelfde fenomeen. En dat is een kaart waarop je kunt inzoomen. En als je dan vervolgens kijkt naar de details hier van Engeland en Nederland, dan zie je dat ook de infrastructuur verschrikkelijk goed zichtbaar is. Dat komt omdat mensen twitteren terwijl ze in de auto zitten. En het grappige is ook dat je ziet ook puntjes staan op die veerboot tussen Dover en Calais. En ook trouwens op, maar dat is misschien niet helemaal goed zichtbaar, maar ook op de veerboot tussen Den Helder en Texel. En ook hier weer een kaart die niet getekend is, maar geplot is door de geografische locatie van de mensen die twitteren. En ik moet me ontzettend inhouden om niet allerlei afslagen te nemen naar andere onderwerpen, omdat het ook zo interessant is. Maar een enkele keer heb ik me laten verleiden om dat toch te doen, want ook een van die grote veranderingen die met een enorme snelheid zich voltrekken, dat is het feit dat er in de wereld het zwaartepunt van de economische activiteit aan het verschuiven is. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er enorm veel mensen in de wereld op een vrij klein deel van de wereld wonen. En dat zie je hier. Dat wisten we natuurlijk al lang. Maar het volgende plaatje, dat zette mij toch weer ontzettend aan het denken. Want hier heb je de 10 drukste vliegroutes ter wereld als het gaat om vervoer van mensen. En wat daarin natuurlijk enorm opvalt, is dat er geen enkele route bij is in de Verenigde Staten. Geen enkele route in Europa. En het wil dus niet alleen zeggen dat die mensen, dat daar ontzettend veel mensen in die regio wonen, maar dat die inmiddels ook economisch op een niveau aan het komen zijn, dat ze gaan vliegen. En dat verklaart ook waarom natuurlijk die economische activiteiten in die regio verschrikkelijk hard aan het toenemen zijn. Het is niet al lang niet meer zo dat het allemaal hier gebeurt of in de Verenigde Staten. De snelheid waarmee de dingen gaan, die laat zich eigenlijk het best weergeven in dit grafiekje. Wij zitten in een tijd waarin onze kennis en de informatie, de wetenschappelijke artikelen, de data exponentieel groeien in een bloedstollend tempo. En we zitten nog maar aan het begin van die curve. Erik Schmidt, de voormalige CEO van Google, die gebruikte het verhaal dat vanaf de Neandertalers tot 2003 is er net zoveel data gegenereerd als vandaag per dag wordt gegenereerd. En ik bedoel, dat geeft de verhoudingen een beetje aan. Dat geldt natuurlijk ook voor onze kennis. Die kennis die explodeert ook. En niet alleen in de IT, maar op alle domeinen. En hier zie je een grafiek van de toename van wetenschappelijke artikelen in de wereld. Dat heeft natuurlijk ook met de manier van publiceren te maken, maar er is een totale explosie
aan vorderingen op alle denkbare wetenschappelijke gebieden. En dat maakt het voor wetenschappers ook gigantisch ingewikkeld om bij te blijven. En daar hebben ze weer IT voor nodig om dat te kunnen doen, om te kunnen zoeken in die enorme hoeveelheid informatie. En dat is de wereld van vandaag. Hier ziet u een plaatje van de toename van het aantal apparaten dat op het internet wordt aangesloten. En wat daar natuurlijk enorm in opvalt is de opkomst van de smartphone en vlak daarna van de tablet. En grafieken zijn ontzettend interessant om met elkaar informatie te delen, want ik heb er hier een. Ja. En dan kom ik eigenlijk een beetje aan het eerste thema van wat ik jullie vandaag ook mee wil geven. Dat is dan, als je even niet oplet, dan ben je gezien. Wie had er nou gedacht, 10 jaar geleden, dat Microsoft een bedrijf zou zijn dat eigenlijk de boot zou missen? Moet je eens kijken naar deze grafiek en naar het percentage, het aandeel in de operating systemen in de wereld. Dan zie je Microsoft in een paar jaar tijd van 70 naar een procent of 25, 30 zakken. En het was een power, hè, dat bedrijf. Dat was toch al onvertegenwoordigd. En ze missen de boot van mobiel. En ineens speel je een marginale rol. En dat geldt natuurlijk ook voor een bedrijf als Nokia. Nokia was 10, 12 jaar geleden absoluut de king in de wereld. Iedereen had een Nokia-telefoon. De hele wereld kent het melodietje dat gespeeld wordt als de telefoon overgaat. Nokia, exit. Sony, enorm aan het worstelen om te overleven, was het consumentenbedrijf een aantal jaren geleden. Is ontzettend aan het worstelen om te overleven momenteel. En hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met een enorme disruptive nieuwe technologie. De iPhone, de iPad, en hier zie je een grafiek van het aantal PC-shipments. En dat is ingezakt. En dat is nog niet eens het ergste, dat is nog niet eens het grootste effect. Het grootste effect is natuurlijk dat de groei van die mobiele apparaten zo ongelooflijk hard is gegaan. En voor je het weet, heb je dus de boot gemist eigenlijk. Voor je het weet, als je even niet oplet, dan ben je oud en dan doe je niet meer mee. Ik kwam laatst dit op het internet tegen. Dat is eigenlijk ontzettend grappig. Er zijn van die websites, daar moet je even laten zien dat je 18 bent. En dat zijn niet alleen maar websites die over biologische onderwerpen gaan, maar dat komt ook op andere plekken voor. En hier zie je dus een ongelooflijk grappige, vind ik zelf, manier om dat te doen. Je ziet daar links een videocassette. En als jij weet dat dat een videocassette is, dan ben je absoluut ouder dan 18. Dat is het idee van dit plaatje. En nou, de meesten die hier in de zaal zitten, die kennen die videocassette natuurlijk nog wel. We hebben waarschijnlijk thuis nog een hele rij staan. En mensen van mijn leeftijd, die hebben een hele kast vol met die dingen staan. Met Walt Disney filmpjes voor de kinderen. Het is gewoon weg. En jonge mensen kennen het niet meer. Deze mevrouw die is een tijdje lang eruit geweest en die komt weer op kantoor. En daar blijkt type toch ineens iets anders te zijn geworden. En dit filmpje op internet is ook wel grappig. Dit is een vader en dochter en die dochter heeft aan de vader een iPad gegeven voor zijn verjaardag. En die vraagt, heb je al eens apps gedownload? En hij zegt, ja hoor. En je ziet dat hij die iPad op een ontzettende creatieve manier gebruikt, maar dat is absoluut niet waar hij voor bedoeld is. Even niet opletten. Even niet opletten. Even niet opletten en je bent gezien. Je doet niet meer mee, je weet het niet meer. En een jaar of 20, 25 geleden stond ik met een aantal collega's bij een koffieapparaat in een IT-bedrijf. Stonden we ons nog ontzettend te vermaken over het volgende incident. Dat zal ik even met u delen. Er was een klant die had een server, een PC op zijn, in zijn bedrijf. En daar zaten nog van die floppy disks in. En niet van die harde, maar van die zachte, die 5¼-inch dingen. Kennen jullie die nog? Nou, en die gebruikten die om zijn data op weg te schrijven en om backups mee te maken. En die klant, daar trad een probleem op met die drive. En dat werkte niet meer en die belde op naar de helpdesk. En hij zei, hij doet het niet. Is er een foutmelding? Ja, op het scherm staat een foutmelding.
Nou, kunt u dan dat scherm printen? Dat doe je met Ctrl Print Screen. En dan die floppy disk met dat velletje met die foutmelding even naar ons opsturen. Nou, dat heeft die klant gedaan en dat kwam dus binnen. En tot grote hilariteit had die klant dat velletje dus aan die floppy disk vastgeniet. En dat toont aan dat die man totaal geen idee had wat dat ding deed en hoe dat werkte. Dat vonden wij toen grappig, van die man snapt dat niet. Nu even niet opletten en we snappen het zelf niet meer. Hè. Het gaat ontzettend hard. En het gaat in de wetenschap vandaag de dag om hardcore science. Het gaat om natuurkunde en om wiskunde. En om materiaalkunde en om scheikunde. De hardcore science zorgt ervoor dat wij die bloedstollende vaart naar boven maken in die grafiek. Dit is een advertentie van de Air Force in Amerika. Als je niet een beetje kan rekenen, ja, dan hoef je niet te solliciteren. Want dan kun je het telefoonnummer niet draaien. Trouwens, de term een telefoonnummer draaien, dat is een uitdrukking die jonge mensen ook absoluut niet meer begrijpen. Wat bedoel je met draaien? Wij drukken telefoonnummers. Hè? Ik ga even terug. Dit is een plaatje van de Core i7 chip van Intel. En het bijzondere van deze chip is dat die meer dan een miljard, namelijk 1,3 miljard transistoren op zo'n soort oppervlakte heeft. Dit is de layout. Je kunt die transistoren niet zien, want die zijn natuurlijk allemaal ongelooflijk klein. En dit is wat er gebeurd is met de toename van het aantal transistoren op chips. En dat volgt een wet, de wet van Moore. En Moore is een van die mannen die Intel heeft opgericht. En dat was natuurlijk zelf ook een hardcore natuurkundige. En de wet van Moore zegt dat het aantal chips, of het aantal transistoren op een chip, ongeveer verdubbeld eens in de 2 jaar. Voor dezelfde kosten. En dat neemt dan dus exponentieel toe. Dat zie je prachtig op deze grafiek. En we zijn dus in 2013 nu zover dat wij 1,3 miljard transistoren op een chipje kunnen parkeren. En dat kan omdat we die transistoren steeds kleiner kunnen maken. En die worden nu gemaakt op een schaal waar ik hier een aardig plaatje bij heb gevonden. Die worden gemaakt op een schaal die met het blote oog uiteraard niet meer zichtbaar is. En om de ontwikkeling nog even met jullie door te nemen. Links zie je een zaal in een theater. Groot theater, kunnen 2300 mensen in. Dat loopt via een stadion met 130.000 mensen. Via de stad Tokio met 32 miljoen naar de totale bevolking van China. 1,3 miljard. En wat is dan de wet van Moore? De wet van Moore zegt dat die 1,3 miljard mensen in China allemaal in dat theater passen. Even voor je gevoel wat de verhoudingen zijn. Overigens, even een kleine sidestep. Er is één gebied in de wetenschap waar ze de wet van Moore zelfs weten te overtreffen. Dat is in de genetica. Het sequentiëren van het DNA, dat gaat tegenwoordig voor een bedrag onder de 10.000 euro, $10.000. Dat betekent dat 3 miljard bazenparen in ons DNA voor minder dan $10.000 in beeld kunnen worden gebracht. En je moet eens kijken in de tijd waar het vandaan komt. Dat was 12 jaar geleden 100 miljoen. En allemaal voorbeelden van dat onvoorstelbare tempo. Die chips van Intel die worden steeds kleiner en dat zit nu in het nanometer gebied. En de laatste chip, de Haswell, die heeft dus een technologie die gebruik maakt van 14 nanometer. Ze zijn bezig om dat nog weer kleiner te maken. Komen daarbij op een terrein waar het zichtbare licht niet meer adequaat is, omdat de golflengte te lang is om die printplaatjes te maken. En er worden dus nu allemaal nieuwe technieken voor bedacht. En om je eventjes een idee te geven waar we het over hebben bij nanometers, dit is een plaatje waarbij je ziet dat die tennisbal 100 miljoen nanometer is, een punt met een potlood gezet op papier, 1 miljoen, en dat loopt dan zo terug. En virussen en bacteriën, dat zijn dus dingen die nog een stuk groter zijn dan de transistoren die we tegenwoordig kunnen maken. Nou,
Dit bedrijf, ASML, maakt die weergaloze machines die die chips kunnen maken. Het fantastische bedrijf in Veldhoven, dat eigenlijk geen competitie heeft in de wereld, waar Intel zelf in geïnvesteerd heeft en Samsung in geïnvesteerd heeft. En dat bedrijf is momenteel op het gebied van het maken van chips, machines, absolute king. Hoe lang het duurt, weet niemand, maar op dit moment zijn ze dat zeker. En die machines staan in fabrieken van Intel. En de fabrieken van Intel zijn de meest weergaloos ingewikkelde, fantastische bouwwerken die we op de wereld hebben. De deuren daarvan gaan bijna nooit open, er zijn ook heel weinig foto's van. Maar het zijn fabrieken die per stuk tussen de 5 en de 10 miljard dollar kosten. En iedere keer als er een nieuwe technologie wordt ingevoerd, we gaan van 14 nanometer naar 7, worden er nieuwe fabrieken gebouwd. Onvoorstelbaar kapitaalintensief. Intel is dus de totale koning op het gebied van chipsfabrikage. Want wie heeft nou dat soort geld en dat soort fabrieken te maken en dat soort research te doen? Wat jammer nou. Moet eens kijken wat hier gebeurt. Die rode lijn is het aandeel van Intel chips in de wereld. In de apparatuur die we gebruiken. Daar zou je toch een beetje nerveus van worden als je Intel aandelen hebt. Je ziet dat dus ook Intel met zijn enorme kapitaalintensieve industrie links en rechts gepasseerd wordt door andere bedrijven die namelijk niet de fout hebben gemaakt om mobiel te veronachtzamen. Dat heeft Intel wel gedaan, want Intel vind je niet in mobiele telefoons, nauwelijks. Ze beginnen langzamerhand. En je vindt ze ook niet in tablets. En ze hebben dus die hele mobiele revolutie gemist. Vandaar dat ze nu nog maar een percentage, een marktaandeel hebben van 28%. En daar waar ze komen van een bijna monopolistische situatie van 80%. Even niet opletten en je bent gezien. Dit gebeurt er in 1 minuut internet. Haalt u uw eigen voorkeur eruit. Je ziet daar de meest bloedstollende aantallen en bedragen staan. Wat ik altijd wel aardig vind, is dat je zo meteen 5 jaar nodig hebt om alle video te bekijken die in 1 seconde over het net wordt getransporteerd. De aantallen, de omvang, de hoeveelheden en de ontwikkelingen gaan in een bloedstollend tempo. Is dat dan overal zo? Nou, hier niet. In Noord-Korea doen ze daar niet aan mee. Dit plaatje zit ertussen, omdat ik kan hier echt de hele avond naar kijken, naar die man. Vinden jullie hem niet geweldig? Hij heet Kim Jong-un. En hij is dictator van Noord-Korea. Onze vrienden van Cisco hebben vorig jaar of 2 jaar geleden het concept Internet of Everything geïntroduceerd en kondigen aan dat tussen nu en een jaar of 7, 8 het aantal apparaten dat wij op internet gaan aansluiten, explodeert. 37 miljard intelligente apparaten die op het internet zijn aangesloten in 2020. Op allerlei niveaus. En waar we naar op zoek zijn natuurlijk de killer apps. Wat gaan we daar dan precies mee doen? Dat is nogal heel erg ingewikkeld. Dat is ook iets wat tegenwoordig anders is dan het was. Vroeger een nieuwe chip kwam of een nieuwe pc kwam, een nieuwe technologie kwam, dan werd alles sneller en dat konden we goed gebruiken. Het lijkt erop alsof tegenwoordig technologie ontstaat waarvoor we nog niet weten wat we ermee gaan doen. En dat geldt voor deze ontwikkeling ook een beetje. Potentie is enorm, maar wat we er precies mee gaan doen, dat weet eigenlijk nog niemand. Ik hoorde vorige week op een Cisco-conferentie het voorbeeld van het integreren van chips in luiers van kinderen. Volgens mij nog niet de killer app, maar het is wel een idee, want daarmee zou je dus kunnen heel snel kunnen detecteren of een kind gemeten aan de ontlasting ziek is of ziek gaat worden. Dat is het idee. Even terug naar deze nog. Wat ik ook spannend vind is altijd die voorspellingen die ze dan doen over hoeveel geld dat op gaat leveren. Cisco heeft uitgerekend dat dat 14,4 biljard
dollar gaat opleveren, die markt. Ik vind de precisie van zijn voorspelling altijd fascinerend. Niet 14,3, ook niet 14,5, nee 14,4. Dat suggereert een exactheid die ik soms iets te ver vind gaan, eerlijk gezegd. Nou, Terlinders heeft zich in het kader van deze conferentie, Visie en Focus, Vision en Focus, ook beraden op zijn toekomst en wij hebben ook een focus. En het plaatje wat u daar rechts op, dat witte schot ziet, dat is het plaatje waar Terlinders zich de komende jaren mee gaat bezighouden. Access, connectivity, datacenter en managed services daaromheen en security, dat is onze focus. Access en connectivity, dat waren de vorige 15 plaatjes. Dat is dus wel een markt waar wij de komende jaren het een en ander te doen hebben. Er gaan hele nieuwe apparaten komen en deze trend, alles omhoog, die is niet alleen aan de orde als het gaat om de toename van de informatie, maar het gaat ook op voor storage. Dit plaatje laat zien hoeveel data er in de wereld ontstaat en in welke mate dat aan alle kanten om aan onze oren voorbij vliegt. Dit is een ander plaatje waarbij we zien dat we in 2020 op 40.000 exabyte zitten. Volgens mij overigens voornamelijk consumenteninformatie. Het allergrootste deel daarvan is echt consumenteninformatie. Maar desalniettemin, het moet ergens op. En om met jullie even kort al die termen heen te gaan, van megabytes en gigabytes. Ik ga even heel snel een aantal plaatjes laten zien. Ik vond het wel een aardige samenvatting. Hier zie je een aantal voorbeelden van megabytes. Dan zie je dat het genoom van een muskiet 66 megabyte beslaat. En als we dan doorgaan naar de gigabytes, dan zien we rechts een iPhone 5, 32 gigabyte. Hier prominent aanwezig, moet door een man gemaakt zijn. Menselijk sperma, 1760 gigabyte. En we gaan verder naar de terabyte. Dat is het niveau waarop we nu de meeste van jullie mee te maken hebben. Met opslagmedia die in terabytes rekenen. Dan zie je dat wat er per dag bij Facebook wordt opgeslagen, 274 terabyte. En we gaan weer verder en we zien dat Google in 2008 per dag 20.000 terabyte aan data processen. En we komen dan in het domein van de petabytes, de exabytes, de zettabytes, 30 zettabyte, all global data in 2019. En we hebben ook nog een term voor het volgende niveau, dat heet jottabyte. En jottabytes, dat is een domein, nou ja, daar kun je in feite alleen maar een beetje bij fantaseren over wat voor aantallen dat zijn. Maar ik heb gelezen dat de volgende term die nodig is om de volgende stap te maken, daar moeten alle instituten zich nog over beraden, want de woorden zijn op. Dus jullie worden allemaal uitgenodigd om de volgende term te bedenken voor de volgende stap. Want die komt er natuurlijk ongetwijfeld. Ja, dit is dan hoe dat gaat en de tempo waarin dat gaat. Links zie je een apparaat 5 megabyte. Een complete kist die honderdduizenden of $120.000 kostte. En rechts zie je een 64 gigabyte chipje voor een verwaarloosbaar bedrag. Dat is de snelheid waarmee het gaat. En dit is in feite hetzelfde plaatje. Ik vind die man met dat witte ruimtevaartpak ook fantastisch. Hè? Want dat was toen in die tijd, als je in de IT werkt, had je een wit pak aan. Een witte stofjas. En hier nog zoiets, waarin je ziet hoe snel dingen gaan. Moet je die telefoons zien, die ijskasten waar we mee begonnen zijn. Geweldig, hè? Nou, ook de advertenties, die zagen er heel apart uit. $3300 voor een 10 MB harde schijf, dames en heren. Ik heb hem nog gekocht. Mijn eerste PC had nog helemaal geen harde schijf. En de tweede, die had er wel een van 10 MB. Nou, dat was wat.
En dit is een plaatje van allemaal spulletjes die iedereen tegenwoordig gewoon standaard in zijn zak heeft zitten. In zijn iPhone. Nou is het zo dat niet alleen de apparatuur en de technologie heel snel gaat, ook de manier waarop het verkocht wordt verandert. Want dit is een advertentie uit het begin van de 60e jaren en hier wordt reclame gemaakt voor een draaikoegel wirbel wannenbrennraam. Dat kennen jullie natuurlijk allemaal. En er wordt ook bijgezegd 6 cilinders, 2,8 liter, 130 miles per hour. Fantastisch. Allemaal verkocht op techniek. Zelfde BMW maakt nu zo reclame. En daar staat, you know you're not the first, en het gaat over tweedehands auto's. En dus ook de hele benadering is enorm veranderd, hè? En zeg niet dat je het niet had kunnen weten, want iedereen had dit kunnen weten. Star Trek predicting the future since 1966. En het is echt zo. En waar we nu nog op wachten is natuurlijk de technologie om je van de ene plek naar de andere plek te verplaatsen. Via zo'n transporter. Hè? Scotty, beam me up. En wat ik ook een fantastisch ding vond, was in die Enterprise, daar zat ook in de muur een apparaat en daar kon je tegen zeggen, ik wil een cappuccino. En dan werd dat gemaakt. Maar ook, ik wil ettensoep. En daar werd eten geprint. Volgens mij ook niet zo gek ver meer in de toekomst, als je het mij vraagt. Nou, dit zijn de jongens van No Trace of Intelligence Live Down Here. Nou, die indruk heb ik ook wel eens als ik door het kantoor loop. Gaat het dan allemaal omhoog? Nee, niet alles gaat steil omhoog. Er zijn ook dingen die steil omlaag gaan. Want de prijzen, die bewegen zich natuurlijk net in de omgekeerde richting. Kijk eens wat er gebeurd is met de prijs per gigabyte harddisk. Van $1000 naar 12 cent in een periode van 16 jaar. En dat is die hardcore technologie die hals over de kop al die wetenschappers die voortdurend in competitie met elkaar bezig zijn om de zaak sneller, beter en handiger te krijgen. En als je dan denkt van nou, voor ons als bedrijf, hè, als die harddisks niet meer zoveel opleveren, dan gaan we toch naar de solid state drives. Dat is weer nieuwe technologie, dat is nog duur, maar er gebeurt eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk. Ook die technologie wordt steeds goedkoper. Vandaag komen we te spreken over een heleboel dingen. Er komen allemaal breakout sessies over allerlei hele interessante onderwerpen. Ik ga ze niet allemaal bespreken, er ligt er een paar uit. Het hele cloud verhaal, daarvan het volgende. Wat het precies is, weet volgens mij, en wat het kan betekenen, dat weet volgens mij niet iedereen. En volgens mij eigenlijk niemand. Wat cloud in ieder geval wel betekent, is dat private cloud, met andere woorden, het in uw eigen omgeving opbouwen van een cloud voor uw eigen mensen in het bedrijf, dat verreweg de grootste groeimarkt is in het bedrijfsleven. Dat is ook precies de sweet spot van Telindus. Dat is wat we doen, datacenter technologie voor onze klanten ontwerpen, inrichten en installeren en vervolgens onderhouden en in een aantal gevallen zelfs managed, zodat de klant zich daar verder niet al te veel zorgen meer over hoeft te maken. Ook die datacenter-propositie van Telindus, dat is dus wel iets wat toekomstbestendig is. Dat is de derde poot van onze activiteit eigenlijk, hè. Managed services, dat is eigenlijk een onderwerp waar Telindus heel sterk op focust voor de toekomst, omdat managed services in feite natuurlijk het onderwerp is waarbij we zien bij onze klanten dat de klant steeds meer de regierol wil hebben in plaats van de rol van ik ga het allemaal zelf doen. Men wil zich bezighouden met het ontwerp, het nadenken over de business, hoe faciliteren we de business en we laten andere partijen die IT doen. En dat is een ontwikkeling die wij op dit moment heel sterk zien groeien. Ik kom dan aan een ander onderwerp wat we vandaag bespreken, dat is big data. Dat is ook zo'n onderwerp waar nog niet iedereen precies van weet wat het nou is. Zeker niet wat we ermee kunnen. Het is ook een onderwerp dat op zoek is naar, naar een eigenaar eigenlijk. En ik krijg het seintje dat ik moet opschieten. Dat ga ik ook doen.
Mijn definitie van big data is dat de eigenaar van de auto met deze kentekenplaat, die moet er rekening mee houden dat die vanmiddag rond een uur of drie wordt ingebroken in die auto en dat de autoradio eruit gehaald wordt. Dus dat u het weet, als u zegt dat is mijn auto, misschien dat u er beter in kunt gaan zitten vanmiddag. Of een andere definitie is dat je van de weg wordt gehaald door de politie en een bekeuring krijgt omdat je later die dag te hard gaat rijden. Dat is big data. Beveiliging, security, moeilijk onderwerp. Iedereen geeft er heel veel geld aan uit, terwijl je het aantal inbraken, het aantal aanslagen op data en bedrijven, het aantal spionagegevallen per dag toeneemt. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar soms heb ik de indruk, als er ergens bewaakt wordt, dat ik denk van, nou, ik weet het niet of ik me daar nou zo veilig bij voel. Hè? De deuren staan wagenwijd open, er staat iemand met zijn handen op zijn rug bij. Is dit beveiliging? En wat dacht u hiervan? Deze mensen hebben ook de instructie dat als er wat gebeurt, dat ze niks moeten doen. Ja, dus of, ik weet niet of u zich dan veilig voelt, maar als ik die zo te zien is, een juwelier of zo, ik zou me daar niet helemaal prettig bij voelen. Er zijn wel goede oplossingen. En er staan er hier ook op de stands waar ik u van harte voor uitnodig in de loop van de dag. We komen langzamerhand aan het einde van mijn praatje. En ik wil u meegeven dat die snelheid en die de kans dat je de boot mist, omdat je even niet oplet, of omdat er gewoon te veel is en je het niet allemaal kunt bijhouden. Je moet specialiseren, maar het bedrijf vraagt een heleboel aan je. Dat moet je als bedrijf en als professional goed organiseren, want als je dat niet doet, dan heb je de kans dat je de boot mist. Als we de wereld zien, hè, in een metafoor als een winkelcentrum, hebben we allemaal ons eigen winkeltje. En wij moeten zorgen dat ons winkeltje op orde is. En we moeten zorgen dat er klanten komen. En wij moeten zorgen dat de verkoop doorgaat. En daar heb je hulp bij nodig, want de wereld verandert zo onvoorstelbaar snel dat het bijna niet meer te doen is in een bedrijf dat een andere focus heeft dan IT en waarbij IT echt faciliterend is aan de business. En je dus niet met 1000 man kunt nadenken over hoe gaan we het doen. Schakel expertise in. En anders loop je de kans dat je binnen de kortste keren out of business bent. Gesloten. Te laat. En het is dus belangrijk dat je blijft leren. Ik kom dan nu aan de aankondiging van een extreme, ultra, hyper-converged, ruggedized appliance. En die hebben jullie allemaal bij je. En dat is het goede nieuws, en jullie gaan het ook allemaal gebruiken vandaag. Dat gaat om dit ding. En dit is 1200 cc. Het weegt 1,5 kilo. En het kan dingen die al die technologie waar we met z'n allen mee bezig zijn, bij lange na nog niet aan toe is. Zo hebben wij elk een storage capacity van 256 exabyte bij benadering, hè. Het kan ook een paar megabyte meer of minder zijn, dat zie je wel, verschillen bij mensen. En dat apparaat in ons hoofd, dat zorgt ervoor dat wij als mensen deze foto op zijn waarde kunnen inschatten. Wij identificeren onmiddellijk dat hier sprake is van de maan. Dat zien wij direct. Wij zien ook die basket. En als je het spelletje wel of niet kent, maakt niet zoveel uit. Je weet dat de bedoeling is dat de bal in dat netje wordt gegooid. En daarom kunnen wij zeggen, aardige foto. Vraag dat eens aan de computer. En wij kunnen ons verbazen als mensen. De autocomplete van Google, die zegt iets over wat mensen heel vaak vragen aan het systeem. En dit is natuurlijk heel bizar. Als je intikt I am en dan een 1... dat je dan een hele rij dingen krijgt van ik ben 12 en ik ben zwanger, ik ben 13 en ik ben zwanger, ik ben 14 en ik ben zwanger. Daar kunnen wij ons over verbazen. Hè? Voor een computer toch lastig om hier zo'n soort emotie uit te filteren. Kijk, dit is een kinderboek, misschien. Wij kunnen, ik hoor een aantal mensen lachen, wij kunnen dat op een bepaalde manier beoordelen en inschatten. En wij weten ook als mensen wanneer iets dubbelzinnig is. En dat zijn allemaal faciliteiten
die wij in al die technologie waar ik het eerste deel over gehad heb, toch nog niet helemaal weer terugvinden. Dit plaatje, luister even naar de reacties. Ja, dat is, een hoop mensen vinden dit een grappig plaatje. En dat is ook iets wat wij met dat aparte apparaat in ons hoofd allemaal fantastisch goed kunnen inschatten. Ik wens jullie allemaal een fantastische dag toe vandaag. Gebruik dat ding goed, wees kritisch, stel vragen, probeer te leren en heel veel plezier. Dank u wel.